Mees de Wit, eindelijk gelukt. Het is makkelijker met Miss World een interview te doen dan met Mees de Wit. Ja, ik denk dat het wel mee wel toch? Ja, ik zou natuurlijk eerst die Benelie Cup. Ja, toen was ik ziek. Toen was ik met Griep in mijn eerste. Jullie wonnen hem. Toen hadden we het Nederlands kampioenschap. Nee, de beker. Nee, jullie speelden tegen daar. Dat was de beker, toch? Ja. Ja. Nou, toen vroegen jullie, dan was je niet echt in de mood. Maar nu eindelijk gelukt. Ja, heel toevallig dat ik had tegenkomen inderdaad. Ja, het moet zo wezen, toch? Ja, zo is het. Duisburg, verrassende move. Ik heb een heel goed seizoen gehad, tenminste ik heb me goed kunnen ontwikkelen. Ik heb het heel erg aan mijn zin gehad in Geleen, ik heb de kans gekregen. We hebben een heel leuk team gehad dit seizoen. Geleen is een goede organisatie en eigenlijk komt Duisburg al redelijk snel. Ze hebben zich snel gemeld en komt de kerst al. Dus zijn we gewoon in contact gebleven en na het seizoen heb ik gewoon in gesprek gedaan met hen en zijn we er eigenlijk relatief snel uitgekomen. Toch, Oberlin is natuurlijk een stapje hoger dan Benelink. Zo reëel moeten we ook zijn. Ja, ik heb 2 jaar in Essen gespeeld. Ik heb een step back gemaakt naar Geleen toe, waar ik me zo kan beter kan focussen op mijn opleiding. Het zit nu mijn laatste jaar, dus ik ben nu weer klaar om de volgende stap te maken in Oberlin. Wat verwacht je van de Oberliga volgend seizoen? Ik denk dat de Oberliga sowieso steeds beter en beter wordt. Er zijn een paar nieuwe regels bijgekomen. De imports en local spelerregel en U23 regels. Het zal interessant worden sowieso. We zijn nu hier bij wedstrijd 4, halve finale. Wel een niveautje, hè? Ik moet zeggen, het is op een top hockey. Tilburg speelt echt heel tactisch, heel sterk. Weiden die spelen gewoon op de top. Dus, het is een hele interessante wedstrijd. Weiden zijn schaatsen heel goed, tactisch zit het goed in elkaar. Dat zie je ook. Zonder van die 4 goals in die tweede periode. Als het nou 2-1 of 3-1 was gebleven. Ja, ik denk dat sowieso Tilburg eigenlijk heel goed staat om te spelen. En Leiden drukt gewoon heel erg door. En als ze een kans hebben, zijn ze gewoon heel effectief met afronden. We gaan elkaar zien in de Oberliga. Ik heb er zin in. Ik wil dat we elkaar snel zien. Ja, ik ook. Hey, Mees, bedankt jongen. Ja. En succes. En we zien elkaar augustus, september, oktober ergens. Ik heb er zin in. Dankjewel. Mag niet toch, man. Gaan we erop, hè? Ja, we staan erop.